Walter de Wit maakte volgens mij 2 jaar geleden een reportage over je... dat je thuis veel voetbal zit te kijken. Dat zag er zo uit. Je hebt de hele wereld hier, hè? In huis. Ja, het is... over de hele wereld heb ik voetbal of sport, noem maar op. In het begin was het verschrikkelijk, want dan ging je kijken, ik ging maar voetbal naar Argentinië. Nou, dat begint 8 uur, dus 12 uur of 1 uur bij ons. En dan ga je naar Japan toe en dan zie je ineens dat Japan de G-League bezig is. Nou, dan ga je ook nog naar kijken, omdat je dat wil je ook nog even meenemen. Hoe laat is het dan? Ja, dat was geloof ik 5 uur in de morgen. Dus, en dan ben je de volgende al ben je gebroken. Ben je verslaafd? Ja, ik ben een ander spelletje wel, ja. Daar ben ik echt helemaal beschokken van, ja. Ja, wij dachten dat jij gek was in dat opzicht, maar je hebt je meerdere gevonden in deze. Jazeker. Ja, ik heb zo tegen 3 uur zit ik ook nog wel eens wedstrijden te kijken, maar dan heb ik ook nog zo'n ander kanaal waar je ook nog doet. En dan zit ik ook wel eens even 10 minuten te kijken, dat zeg ik heel eerlijk. Gewoon als... gewoon even onderbreken. Als onderbreking, want anders dan hou ik het echt niet vol. Maar Johan, ik keek expres ook naar die lijst, maar die heeft die... Je hebt hem niet tussen Die staan? Heeft die kanaaltjes er niet tussen. Ja, die zitten er ook tussen. Ja, okay. Staan wat lager waarschijnlijk, of niet? Ja. Die staan een beetje verder weg. Ja. Dan moet ik stiekem kijken, wel vet. Morgen dan... Ja, even snel. En dan weer, ja? Ja. Om 3 uur 's nachts nog stiekem kijken? Nou, ik bedoel voetballen, maar... Wat er dan zeg je. Ja. Even, maar ik kijk liever naar het spelletje. Ja, je bent dat was het leuke aan. Je was toen ook nog bij Dender actief. En de trainer... Ja, oh, je begint nu gelijk naar beneden te kijken. Ja, Dender. Ja? Dender. Ja, was je er niet blij? Ja, het was echt een heel toffe club. Ja, toch? Ja, dat meen ik echt. Ja, die assistent was toen, spinnen, toch? Toen je waren toen geweest. Oh, hilarische beelden. Ja, zijn goede beelden. Laten we even kijken. Trainingsveld, ja. Naar de beelden, inderdaad. Ja, goede beelden op het trainingsveld. Nee. Pleutig op, scheids. Fred, je sluit, kon ik je niet doorsluiten? Godverdomme, toch, man. Niet stoppen, Fred. Ja, maar gaat dan door, Fred. Trage bal, Joof. Een klote bal, dat is een klote bal, man. Juist, zo hoort dat. Wouter! Stel die bal dan sneller! Fred! Voilà! Dat kan toch niet, joh. Dan kan je ermee voetballen, man. Is toch niet te geloven, man. Ah, dat mag, hè, met 1 hand mag. Altijd maar draaien met die bal. Diepte, man! Altijd maar die breedte pestpokkenbal, ik word er strontziek van. En hey, Jeroen, jij! Weet je, Goos? Juri. Hey, Juri! Goed, hè? Even wennen.